Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel Renswoude is een brede welzijnsorganisatie die haar diensten en activiteiten richt op inwoners van Scherpenzeel en Renswoude van 23 jaar en ouder. Het motto is: iedereen doet ertoe. Wij zijn Stichting Welzijn en Ondersteuning voor de dorpen Scherpenzeel en Renswoude. En onze missie is om actief bij te dragen aan de zelfstandigheid, de gezondheid, het welbevinden en maatschappelijke participatie van senioren, inwoners en inwoners vanaf 23 jaar die op een zins manier beperkt zijn. Ik ben samen met mijn collega als professional verbonden aan de organisatie Stichting Welzijn en Ondersteuning in Renswoude en Scherpenzeel. Samen met ruim 200 vrijwilligers geven wij de organisatie vorm. En dat betekent dat de vrijwilligers vooral worden ingezet bij de diensten en de activiteiten. En dat mijn collega en ik vooral voor de ondersteuning en advies zijn aan inwoners. Waarom nu ook specifiek de mensen vanaf 23 jaar? Omdat wij ontdekt hebben dat er toch een categorie inwoners is van Scherpenzeel die ook moeite heeft om te blijven participeren in de maatschappij. Omdat ze op een of andere manier in een kwetsbare positie zijn geraakt. En zij kunnen heel goed ook meeliften op de diensten en de ondersteuning die we als SWO bieden aan de senioren. En dat zijn dezelfde mogelijkheden die we dan ook bieden aan de kwetsbare jongerengroepen, zeg maar. En wat voor ondersteuning en adviezen geven jullie zoal? Nou, de vragen die wij krijgen vanuit inwoners en ook de advisering die daarbij hoort, die gaat eigenlijk over wonen, zorg en welzijn. Dus wonen mensen op een prettige manier? Hebben ze andere wensen voor de toekomst? Voelen mensen zich happy? Hebben ze behoefte aan contact? Hebben ze zorg nodig? Hoe gaat het verder als ze alleen komen te staan? Nou, dat soort vragen. Nou, het kunnen mensen zijn die zeggen van: ik weet niet waar ik terecht moet voor een bepaald loket. Of ik heb moeite om een bepaald formulier goed ingevuld te krijgen. Dan hebben wij mensen bij ons, vrijwilligers over het algemeen, die daar een stuk ondersteuning in kunnen geven. En ze op weg kan helpen naar inzicht en mogelijkheden die ze hebben, ondanks hun positie. Mantelzorg is echt een heel groot onderdeel ook van onze organisatie. Ik moet er alleen wel bij zeggen dat de mantelzorgpoot alleen in Renswoude wordt uitgevoerd. En in Scherpenzeel is er een andere organisatie die dat verzorgt. Maar mijn collega is vooral van de mantelzorg en die bemant ook het mantelzorgpunt. Waar mantelzorgers terecht kunnen voor vragen. En we proberen wat zorg te hebben voor de mensen die overbelast dreigen te raken. Jullie bieden ook diensten aan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je kunt je voorstellen dat we hebben een formulierenbrigade bijvoorbeeld. Die mogelijk formulieren invult voor mensen als ze niet weten hoe dat precies moet. Of ze daarbij ondersteunt en helpt. We hebben een vervoersdienst waar mensen gebruik van kunnen maken als ze ergens naartoe willen. Waar ze met openbaar vervoer heel moeilijk terecht kunnen. We hebben bijvoorbeeld middagen, wekelijkse middagen waar mensen kunnen kaarten, sjoelen. Er zijn andere sportactiviteiten, bijvoorbeeld meer bewegen voor ouderen, zwemmen, jeu de boule, nou, noem maar op. Is ontmoeting dan heel erg belangrijk? Heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk ook een poot die wij ook vooral in samenwerking of ook op vraag van de gemeente vooral verzorgen. Dat de gelegenheid bieden aan mensen die eenzaam dreigen te worden. Dat we daar vormen van ontmoeting voor organiseren. En dat is eigenlijk ook wat we doen. We proberen in kleine groepjes mensen bij elkaar te laten komen. Dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze steun bij elkaar kunnen vinden, maar dat ze ook iets gezelligs met elkaar kunnen doen. Bijvoorbeeld een spelletje of een maaltijd gebruiken. Wat zijn de reacties van mensen die van jullie diensten en ondersteuning gebruik maken? Nou, ik denk dat gezien de deelnames aan de ondersteuningen en de diensten, maar ook de activiteiten, denk ik dat de mensen die daar gebruik van maken, dat heel sterk waarderen en daar ook met genoegen gebruik van maken.
En als we kijken bijvoorbeeld naar bepaalde activiteiten die we organiseren, dan hebben we meestal wel volle zalen als dat de gelegenheid ervoor is. Het is nu met de coronatijd natuurlijk iets anders geweest allemaal, maar we hopen toch binnen afzienbare tijd daar weer wat meer reuring aan te geven. Is het van belang dat mensen die bij wijze van spreken ondersteuning en advies nodig hebben zich gewoon melden en geen schroom hoeven te hebben? Dat is heel erg fijn, want waar we in deze tijd mee te maken hebben is dat we niet automatisch meer adressen, gegevens van inwoners doorkrijgen van de gemeente. Vanwege de wet op de privacy. Dus wij moeten zelf actiever gaan zoeken naar waar zitten onze inwoners, wat hebben ze nodig, hoe oud zijn ze. Dat is ook een reden waarom we in samenwerking met de gemeente van beide dorpen bezoeken brengen aan mensen die 75 jaar zijn geworden en ouder. Die proberen we jaarlijks te bezoeken en dan ook gericht vragen te stellen over van hoe woont u, hoe is uw welbevinden, wat zou u nodig hebben, weet u de weg te vinden naar instanties, dat soort dingen. Dus samen met de gemeente proberen wij een manier te vinden om vooral de oudere inwoners in beeld te krijgen. En we willen ook eigenlijk actief vragen aan de inwoners van meld je ook aan bij de SWO, laat weten wie je bent, waar je woont, wat je e-mailadres is, zodat we je ook weten te vinden als we u willen informeren over de activiteiten die we hebben of dat u ons weet te vinden als we vragen hebben. Mensen kunnen bij ons terechtkomen door de website die we hebben. We hebben een hele mooie, prachtige website waaruit heel uitvoerig informatie in staat. Mensen kunnen bij ons terechtkomen via de publiciteit die we geven. En in sommige gevallen, als we de adres hebben, dan houden we ze op de hoogte met nieuwsbrieven die wij uitbrengen. En die via de mailadressen worden verzonden.